Zoals u ziet heb ik stroom nodig. Maar dit is wat men noemt een Europees model. En dit is wat men noemt een Amerikaans model. Dit gaat nooit hierin, tenzij ik een adapter heb. Dat wil zeggen dat hij een Europees omzet in een Amerikaans, zodat ik stroom heb. Doet me denken aan de tekst. God doet alle dingen medewerken ten goede voor zij die op hem vertrouwen. Soms hebben we een kleine tool nodig om verder te gaan in het leven. En God is daarbij het antwoord op elk probleem. Welkom erbij. Wij doen de getuigenis van. En natuurlijk zijn we er weer wel met het moment waarbij we onze gast aan u mogen voorstellen. Ze is een, zou je kunnen zeggen, jonge dame. Houdt heel veel van de Heer Jezus. En is bovenal ook actief met geestelijk werk. We halen haar erbij, zodat zij ons kan vertellen waar en wanneer ze de Heer Jezus heeft ontmoet. Ik wil u in elk geval welkom heten en uitnodigen om te luisteren en te kijken naar de getuigenis van Stephanie Walijan. Welkom erbij, Stef. Dank je, Leandro. Nou, ik ben namens Shalom. Heel hartelijk dank dat je de tijd hebt genomen en dat je bovenal bereid ben om je leven open te stellen op de televisie. Maar voordat we dat doen, wie ben je? In het kort kun je de mensen vertellen wie je bent. Yes, ik ben Stephanie Walijan. Ik ben nu 25 jaar. Okay. Ik ben werkzaam bij Freefold Quality System Support als consultancy officer. Okay. En ik speel muziek in de kerk, keyboard, al sinds mijn 10e jaar. Dus nu is het ongeveer al 15 jaar. En ja, wat doe ik nog meer? Oh ja, ik ben een tolk, gebarentolk. Jullie zien me meestal bij persconferenties. Ik schrijf ook voor paarboden. En ja, ik geef ook muzieklessen, keyboardlessen. Maar door de omstandigheden in het land is dat even gestopt. Je doet een heleboel. Je bent... Dus, dat dacht ik net. Muzikant, je bent, zou je kunnen zeggen, journalist. Je bent tolk. Ja. Maar wel een ander soort tolk. En daarnaast ben je ook nog, doe je ook geestelijk werk naast muzikant? Dat nog niet echt. Ik voel wel dat er dingen misschien op komst zijn dat ik voorbereid word dat God met die richting ook een beetje wil duwen. Word je best in de toekomst? Wie weet, ik weet het niet. Ik weet het niet. Voor nu, eerlijk gezegd, zijn het meer bemoedigende woorden. Dan denk ik ook meer aan Facebook. Maar ja. Gewoon social media, maar nog niet echt op een podium. Ja. En zo. Misschien is dit de start van zoiets. Heb je al gezien, Steph? Nee, ik ben alleen, maar ik ben wel ready. Oh, daarvoor. Heb je naast dit alles, want je hebt een druk leven, maar heb je hobby's? Ja, ik vind het wel leuk om... Oké, nu is alles een beetje lastig. We kunnen niet echt onze hobby's uitoefenen, maar ik vind het wel leuk om te wandelen. Ja, muziek maken natuurlijk. Ja, rennen kan ik nu ook niet zoveel meer doen. Ja, maar mijn hobby's zijn eigenlijk ook mijn werk. Dus het is een beetje ver... in elkaar. Nou, dat is Stephanie Walijan, onze gast tijdens deze editie van De Getuigenis van. We hebben zo kennis met haar mogen maken, maar het belangrijkste moment, dat is aangebroken, waar we dus gaan luisteren hoe ze tot bekering is gekomen. We doen dat na de break. Allee! Hey! Wat mooi is dit? Hey, wat doe je op het dak, jongen? Ja, ik probeer die taxi voor je te bellen, Parak. Taxi? Helemaal op het dak? Anders heb je geen bereik. Geen bereik? Die telefoon die je laatst hebt gekocht. Hallo? Mag ik een wagen aan de Shalomstraat 945? Dankjewel. Hey, Sakakong, ik breng je ergens naartoe. Kijk hier, jongen. Hier moet je je spullen kopen. 20 jaar terug heb ik deze telefoon bij deze man gekocht.
En met diezezelfde telefoon heb ik je moeder leren kennen, jongen. Waar heb je je telefoon gekocht, Ali? Ali? Papoei, hey! Op de hoek van de Mahonilaan en de weg naar Marklijnen heb je Mobaltron. Het adres met ervaring langer dan 20 jaar als het gaat om telefoons en mobiele accessoires. Bezoek ons aan de Mahonilaan nummer 2 of bel op 421998. 421998. Voor de beste producten, de beste kwaliteit en de beste service. Mobaltronics, the future is ours. Pa, maar je hebt gezegd we moeten alles hier kopen. Vaak kan je een masera boy geven, no? Join en like us on Facebook. En natuurlijk zijn we er weer en wel met de getuigenis van Stephanie Wanidan. Je hebt ons zo'n beetje verteld wie je bent, hoe druk je bent. Maar ja, je zegt ons, of ja, als we zo'n beetje naar jou hebben geluisterd, dan kunnen we proeven dat je in de kerk bent opgegroeid. Klopt dat? Ja, dat klopt. Je bent vanaf kleins af dus in de kerk. Klopt helemaal, ja. Oké, okay, betekent dat je de Heer altijd hebt gekend, vanaf het begin, een persoonlijke relatie met hem had? Ja, ik geloof van wel. Sinds ik in mijn moeders buik was, ging zij al naar de kerk. Dus eigenlijk vanaf baby al ging ik naar daar. En ik kan me herinneren op mijn derde jaar dat ze me zo'n folder gaf. En het is een beetje tik op je armband. Ja. Kruis, hartje. En ze legde me uit wie Jezus was. En ik kan me echt nog herinneren. Al was ik 3 jaar. Ik geloof niet dat je te jong bent om keuzes te maken. En vanaf die dag heb ik, wat ik me kan herinneren, Jezus aangenomen. Natuurlijk zijn er ook momenten van kampen geweest en oproepen in de kerken. En soms denk je, ben ik echt verkeerd, dat wil je opnieuw doen. Maar op dat moment toen ik 3 jaar was, was echt het moment dat ik me kan herinneren. En ik geloof wel dat het echt op dat moment is gebeurd. Omdat mijn hele leven sindsdien is zeg maar door God geleid. Ja. En daarmee bedoel ik, ik kon nooit doen, dingen doen die andere mensen wel konden doen. Zeg maar, misschien korte kleren aantrekken of uitschelden. Of betekent dat je het nooit hebt willen doen of betekent dat het je nooit comfortabel daarin voelde? Ik denk nooit comfortabel voelde. Het zijn wel momenten dat je wil doen, hè? Het zijn wel. Maar omdat je dan rekening houdt met God en je weet van nee, dit is niet goed. Dingen als uitschelden, drinken. Nooit ben ik dronken geworden, nooit gerookt, nooit drugs. Dus al die dingen. Ik geloof wel dat het echt door God komt en je houdt rekening met hem. Kijk, op dit moment zou ik bijvoorbeeld wel korte dingen willen dragen of misschien uitdagend en zo. Maar je houdt rekening met God. En het is niet dat ik het niet wil, maar je voelt gewoon van nou, ik kan het niet. Het komt niet vaak voor dat iemand op zo'n jonge leeftijd rekening houdt met God of God betrekt in zijn of haar leven. Maar hoe is het bij jou aan toegegaan bij zo'n jonge leeftijd? Want je komt op school, je hebt klasgenoten, je hebt leeftijdsgenoten en zij doen wel van een heleboel goddeloze dingen. Maar jij kent God en je hebt hem altijd betrokken, je hebt altijd rekening gehouden daarmee. Hoe is je ervaring geweest met je vrienden, je leeftijdsgenoten? Ja. Als ik kijk vanaf de lagere school, was ik wel echt altijd de liefste van de klas. Okay. Ik wou nooit ongehoorzaam zijn of stout. Je gaat echt, ik was de rustigste. Ik werd nooit geschreeuwd. En als ik geschreeuwd werd, voelde ik het wel, hè? Ik voelde het echt wel. Ga een voorbeeld nemen, op de lagere school had je soms van die een lokaal, daar gaan ze het speciaal inrichten om te dansen en liederaalse boeken en je weet dat, die liederen. Precies. En ik was gewoon buiten en ik keek naar zo. Ik kon niet erin. Met welk gevoel keek je ernaar? Nou, dit voelt niet goed aan. Ja, natuurlijk, heel veel mensen trekken je van, kom hier, het is maar even een lied, het is dansen, maar ik heb altijd gezegd nee, volgens mij ben ik gewoon 1 keer erin geweest om te kijken hoe het was, maar het was niet mijn ding hoor, het was echt niet mijn ding. Maar iedereen wist ook om me heen dat ik christen was en ze hielden ook rekening mee en gelukkig heb ik de genade gehad dat ik niet hoefde te, zeg maar,
Ja, dat mensen me gingen plagen of zo. Want, precies. Andere mensen hoor ik van, ay, kerkie boy, kerkie sma en zo, maar ik heb dat gelukkig nooit ervaren. Ze hadden juist respect voor me. Ja, dus met andere woorden, je hebt nooit een gevoel van eenzaamheid gehad. Het gevoel alsof je verstoten wordt en overgeslagen wordt. Nee, bijvoorbeeld als er een feuf al georganiseerd werd of zo. Ik voelde gewoon niet om te gaan. En misschien gingen ze me wel trekken om te gaan. Of vooral dansen, hè. Vooral willen ze je even... Vooral dat is lastig, want ze gaan je fysiek trekken om te gaan. Ik zei van, nee, ik wil niet. Ik heb me nooit alleen gevoeld. Misschien ben ik ook een beetje introvert. Dat helpt. Maar ik... Gewoon normaal. Ik heb niet de voeling. Zou dat te maken kunnen hebben met het feit dat jij... al vanaf vroeger besefte dat God lief en dat hij betrokken is in je lief en dat je daardoor eigenlijk eerder voor hem hebt gekozen dan voor vrienden. Zou het daardoor kunnen zijn? Ja, dat kan. Misschien ook omdat ik meer in God mijn vriendschap vond. Ik was ook best verlegen vroeger. Ja. Ik sprak niet makkelijk met mensen. En dan in zulke momenten ga je dan terug naar God. Trouwens, ik heb, zoals je zei, al die lief in de kerk. Dus ik kende alle liederen en zo. En ja, ik vond gewoon mijn vriendschap met God. En ik besefte wel dat hij in mijn leven was. En dat hij zegeningen gaf al hele leven lang, zeg maar. Heb je betrokkenheid of de betrokkenheid van God in je leven, was het tastbaar voor je omgeving? Wisten de mensen wel van, Stephanie doet dat niet omdat ze rekening houdt met God, of gingen ze ervan uit dat dat gewoon je karakter is? Ik denk wel dat ze wisten, dat het, omdat ik rekening hield. Bijvoorbeeld als ze misschien iets wilde zeggen, maar uitschelden, zeiden ze, oh nee, wacht, Stephanie is hier, we mogen dat niet zeggen. Of ja, oh nee, we kunnen jou niet vragen, want je gaat toch niet meegaan. En zo. Ik weet, mijn getuigenis is misschien niet zoals een ander die misschien in de wereld leefde. Ja. En dan plotseling een moment had en gewoon helemaal omdraaide. Ja. Maar ik ben wel blij dat het zo is gegaan. Waardoor ik, misschien heb ik dingen niet ervaren zoals mensen hebben ervaren. Echt genoten hebben van de wereld. Genieten, precies. Ja. Ja. Maar ik heb daardoor nu niet de gevolgen van die al dat genot. Ja. Als we nu kijken, je bent 25 jaar en natuurlijk heb je nog steeds vrienden van vroeger en kennen mensen je nog steeds, mensen zie je. Zijn er mensen die bijvoorbeeld naar je toe zijn gestapt en in feite de vruchten hebben gezien van de prioriteiten en de keuzes die jij hebt gemaakt vanaf het begin? Nu is iedereen op Facebook, dus mensen die je van vroeger kende, zie je nu ook vaak op Facebook. Ja. En je hebt wel af en toe dat mensen bij me op de chat komen en dan die advies vragen, omdat ze weten dat ik in zoiets geloof en zo. Ja. Mensen van vroeger, zo. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, natuurlijk heeft iedereen zijn zwaktes en zo. En ik hield ook heel erg veel van wereldsmuziek. Maar er is daarin ook een ommekeer gekomen toen ik... 16, 17 jaar ben geworden en vanaf, kijk, natuurlijk ben ik mijn hele leven met God bezig, maar het wordt ook steeds serieuzer, toch? Dus ik geloof dat ik gewoon op een middelmatige level met hem bezig was tot mijn tienerjaren en vanaf toen veel ernstiger bezig ben, omdat je ook meer gaat beseffen en meer te weten komt, weet je, en serieuzer wordt. Bij de meeste mensen die tot bekering komen van de wereld naar, als het ware, een gelovig mens. Zulke mensen dienen God vanuit een positie om een beter mens te worden, een positie om te bekeren. Jij hebt nauwelijks iets meegemaakt, je hebt nauwelijks iets verkeerds gedaan. Op basis waarvan is jouw relatie met God gebaseerd? Hoe is jouw relatie? Wat is de reden dat je eigenlijk God dient en dat je hem zo nauw betrekt in je leven? Ik weet dat zonder God ik eigenlijk niets kan. Hij is degene die de zegeningen geeft. Dus ik weet, als hij niet erin is, dan heeft dat in geen zin. Hij ziet ook de bigger picture. Hij ziet wat de toekomst brengt. Ja. En ik kan daardoor altijd op hem steunen en weten dat hij het beste weet. Soms zijn de dingen die hij toelaat niet zo leuk. Ja. Maar ik begrijp ook dat er dingen zijn om me te vormen. Dus in feite gewoon te weten dat hij het beste voor me weet.
daardoor blijf ik bij hem. En hem ook niet teleurstellen. Toch, je moet niet werken voor de approval van mensen. Je moet werken voor de approval van God. En de laatste tijd zie ik dat ook heel erg veel. Hoor. Dat ik misschien dingen wil doen. En zo, maar ik denk van, nou, God gaat niet, mee eens zijn. Of misschien wil ik het toch doen of ik plan het. En dan werkt hij het zelf tegen. Ja. Dus dan gaan ze niet door. Dus dan zie je echt van, nou, God keert. God heeft echt bemoeienis. En hij wil echt dat ik de juiste richting op ga. En hij bereidt me ook voor en zo voor de toekomst. En je ziet van, God heeft echt bemoeienis. En hij wil dat het goed met me gaat. Stel, als je de Heer mag beschrijven als een persoon. Hoe beschrijf je hem en wat voor bijdrage levert hij? Oké, ik vind hem echt een gentleman. Daarmee bedoel ik dat hij, hij geeft adviezen. Hij wijst je wat de beste manier is. Maar hij laat uiteindelijk de keuze aan jou om zelf te beslissen. Wij hebben nog steeds een vrije wil en hij wil dat, dat wij van hem houden uit ons eigen vrije wil. Dus ik zie hem echt als een gentleman, als ik hem als een persoon moet beschrijven, die vol liefde is en eigenlijk het voorbeeld al liefst gegeven, zodat wij dat voorbeeld ook aan anderen kunnen wijzen. Ja. Nou, u heeft dat gehoord mensen, dat is de getuigenis van Stephanie Warijan. We zijn nog niet klaar, want ze gaat eruit met een boodschap, maar daarvoor pakken we eerst die van break. Deze aflevering en wel met het laatste gedeelte van de getuigenis van Stephanie Warijan. Stephanie, ik wil je bedanken voor je komst. Graag gedaan. En natuurlijk voor je openheid dat je ons hebt willen vertellen ten aanzien van jouw relatie met de Heer. Je mag tot slot in die camera de mensen vertellen vanuit je hart hoe belangrijk Jezus is voor ons allemaal. Oké, dus als eerste is Jezus maar alles. Ik zou niet zijn wie ik ben nu, zo lief en zo, misschien zou ik heel anders zijn. Maar ook vooral, hij is de vrede in mijn leven, de rust. We kennen de situatie nu echt als een soort chaotische, niet alleen de koers, maar ook gewoon COVID en zo. Maar te midden van alles weet ik dat hij daar is en dat hij voorziet in alles wat ik nodig heb. Veel mensen zeggen misschien dat God regels geeft, maar ik zie het niet zo. Het is hetzelfde als wanneer je een kind zou hebben en je ziet een kind spelen met een mes. En ja, een kind mag spelen met een mes, maar het is gevaarlijk. En jij als ouder weet precies dat dat pijn kan doen. Zo kijkt God ook naar ons. Hij weet precies welke dingen ons pijn gaan doen. Je mag door mee gaan, maar hij ziet de gevolgen al. Dus ik zie het niet als regels. En ook als, luister niet alleen naar mij, maar vraag God ook zelf als hij werkelijk bestaat. Als je misschien dat zou twijfelen. Hij zegt, nader tot mij en hij zal tot u naderen. Dus altijd naar hem gaan. Ik kan bijvoorbeeld nu aan iemand vragen van hoe moet ik zwemmen? En ik kan me theoretisch alles prachtig uitleggen van je moet dit doen, je moet dit doen. Maar als ik niet zelf in het water ga en het zelf voor mezelf probeer, ga ik nooit weten als ik het werkelijk kan of als ik het moet leren en wat dan ook. Dus zo is het precies ook met God. Je mag van hem horen, maar om hem zelf te ervaren moet je het ook zelf proberen. Dat is mijn aanvulling. Helemaal tot zover dan de boodschap en de getuigenis van Stephanie Warijan. Als u bent bemoedigd, als u bent geraakt en u bent geïnspireerd door deze aflevering en door haar eigen levenservaring en u wilt meer weten over Jezus Christus, voelt u zich vrij om te bellen naar de administratie van Shalom op het nummer 422-630 en dat kan dus van maandag tot vrijdag tussen 8 en 4. Je mag natuurlijk onze uitzending volgen via onze website www.shalomsuriname.com en de herhaling doen we op de maandag en op de donderdag. Vergeet niet, we hebben ook een YouTube channel, je subscribe en natuurlijk mag je daar alle afleveringen die we ooit hebben gedaan op volgen. Dan hebben we het gehad voor deze editie en natuurlijk
de getuigenis van Stephanie Barrichello. Empty handed, but not forsaken.